Jeannette, ik kom jou tegen hier in nog een stilstaande trein in Sneek. Ja. En ik zeg, mag ik een praatje met jou houden? Dat mocht. Want je zei, ik ben al heel veel gefilmd deze week. Ja, ik ben gisteren net teruggekomen uit Vietnam. We zijn daar geweest voor het goede doel om te fietsen. Voor Plan Nederland zijn we met 30 vrouwen door heel Vietnam gefietst. En daar was ook een cameraploeg mee en ook interviews en zo. Dus ik ben het gewend de afgelopen week. Maar fietsen en Vietnam, dat ligt voor mij een heel eind uit elkaar. Lijkt me niet een land waar heel erg veel gefietst wordt met uitstekende fietspaden. Nou, het valt me, viel me echt mee. Ik heb wel in de aanloop naar daartoe, we zijn 9 maanden bezig geweest om echt te trainen en geld op te halen voor het goede doel. En dan kwam ik steeds weer in contact met mensen die ook in Vietnam hebben gefietst. Dus je hoort het wel vaker als je er ook mee bezig bent. Ja. Maar op zich viel het ook wel mee qua fiets. Het was wel gewoon, we fietsen gewoon op de grote snelwegen. Ja, okay. En ook door bergenpaadjes. Maar het was niet onveilig. Nee. Je zei, fiets voor Plan Nederland, voor de kijkers die nog niet weten, wat is Plan Nederland? Plan Nederland is een organisatie, die heeft ook andere vestigingen in heel de wereld, dan is het Plan Vietnam of van een ander land. En die komen op voor meisjes in ontwikkelingslanden. Ja. Zij willen dat meisjes naar school kunnen of dat ze werk krijgen, want bij meisjes begint de toekomst. Als een meisje een goede opleiding krijgt, die investeert dat later in een gezin. En zo gaat die visuele cirkel komt beter. En daarom Plan Nederland die richt zich echt op die meisjes. Hoeveel kinderen kunnen een jaar naar school door jullie actie? We hebben meer dan 100 kinderen naar school kunnen krijgen voor 3 jaar lang. Dus we hebben echt goed werk verricht met 30 vrouwen door heel Nederland. We zijn met een groep daar wezen fietsen. Ja, dat is één zin, zijn er wezen fietsen. Maar het is een heel ander land. We fietsen op de snelweg. Verkeersregels zijn er anders. Hoe heb je het beleefd? Het was heel bijzonder. Wij zijn voorbereid met het idee dat het leek op de duinen aan de Noordzeekust. Ja. Maar dat was niet waar. Het waren echt bergen van meer dan 17% klimmen. Dus en met 30 vrouwen hebben we elkaar er gewoon doorheen gesleept. Het was niet voor iedereen even makkelijk. Ik was dan de jongste met 20 jaar, maar er was ook een vrouw van 77 jaar die meedeed. Dus en die hebben we gewoon de berg op gesleept. Die heeft alles gefietst en het ging echt super goed met iedereen. Ja. Geeft dat dan ook een beetje een teambuilding, het groepsgevoel? En nou is, dan zijn jullie weer terug. Gaan jullie elkaar nog ontmoeten? Gaan jullie nog wat ondernemen? Ja, de film die wordt gemaakt gaan we zeker met z'n allen bekijken. En we zijn ook al bezig geweest met nieuwe plannen van waar gaan we volgend jaar fietsen. En dat is allemaal nog niet concreet, maar dat gaat de komende periode wel vorm krijgen. Okay. Nou, je kunt nog steeds doneren voor het project van Plan Nederland via Facebook onder andere. Dat is www.facebook.com/fietsenInVietnam. Dan kom je op de Facebookpagina van mij en daar staat ook een linkje van waar je kunt doneren.